Hij begint met zijn lintjes op. Hij is leuk, die foto, ja. Ik heb hem achtergrond. Hij kijkt niet zo naar de lintje. Kijk, hij loopt gewoon met zijn poes tegen. Weet je wat hij Ja, goed. Ja, ja. Nee, dat mag ook wel. Dat is een soort. Dat is een soort. Ja, hier in het midden. Hij is ter hoogte van de... Ja. Zit hier op zee? Pak je heen. Nou, ben ik dus eigenlijk op zaken. Ja, wel. Hij loopt gewoon in de trend, maar kijk, zie je? Nee, maar hij loopt gewoon. Dit gaat nou precies zelfs zoals voor mij in de trainingsboot aan. Dat ik een stap opzij zit, dus ja. De poot in de trap bijna. Nee, maar hij maakt je hondje vrij door die weg te stappen. Ja. Ja, we zullen zien. Nee. Ja, zeker weten. Ja, maar misschien kan het met hem. Wat daarvoor gekozen is. Iemand is tenminste anders. Maar het is slap. Ja, Een klein tikkeltje beter mogen sluiten en bij het haal houden iets verder door mogen zitten.
de groep gaat die correct mee. Wel even een kleine met het handje waar u die laat de rechter wending gaat draaien dan. De oefening blijft nog een kleine zeer goed. Zit uit de beweging. Goede beginpositie, goed in ontwikkeling mee. Zodat iets sneller door moet zetten, dat is dan de laatste fase. En in totaliteit van het centrum blijven naar het geleider. Is heel erg met de omgeving bezig. Karin, ja, daar zijn we. Ik zal proberen nu iets zachter te praten. Iets attenter mogen blijven naar zijn geleider. Oefeningen staan een hele hoge goed. Afleggen gecombineerd met voorroepen. Iets correcter in de beginpositie zitten. In de ontwikkeling worden beide goed getoond. Gaat keurig af. Bij het komen, in het komen naar u toe zou ik graag willen zien dat hond wat strakker gericht wordt in de buur. Dat is even met de omgeving bezig en zo wat drangvoller naar de mogen komen. Komt wel correct naar u toe. Oefeningen zeer goed. Staan blijven looppas. Gaat goed mee in de ontwikkeling. Goed staan. Alleen even wat vaster. Even een lichtpasje bijzetten. En als hij dan geroepen wordt, komt hij wel correct naar u toe. Maar dan mag hij iets correcter in lijn voor u zitten. Zit er iets buiten. Oefening blijft de kleine zeer goed. Apporteren over de vlakke grond. Nou, gaat keurig in en terug. Alleen in de voorzit. Iets vaster zijn we door. Eenmaal licht verrollen. Blijft de kleine uitmuntend. Apporteren gecombineerd met de vrije sprong over de haag. Nou, beginpositie is iets naar voren gedrongen. In de terugsprong even wat vrijer springen. Ja, en als hij nou eenmaal de blok afgegeven heeft, moet hij wat correcter met de voet komen. Hè. Even wat sneller doordraaien en zelfs een tweede commando daar nodig. Oefeningen staan nog in goed. Apporteren gecombineerd over de klemschutting. Nou, in de eindfase nog even iets vol binnenkomen. Iets correcter afgeven daar van de blok even, dan moet je er even uitdraaien. En als hij bij de voet komt, zou hij wat sneller door mogen zitten. Dat is nog een zeer goede oefening. Vooruit zijn we met afleggen. Nou, in de ontwikkeling iets beter sluiten, staat hij wat te stuiteren. En bij het afhalen, als een commando zit geeft, moet hij wel even doorzitten. Blijft hij net even hangen daar, is een zeer goede oefening. Afleggen met afleiden. Nou, in de beginpositie even wat sneller zitten. En even opletten met het inkijken als u het commando afgeeft. Duidelijk de inwerking daarop. En voor de rest ligt hij keurig op de plek. Is een zeer goede oefening. Totaal blijft er voor vandaag over een zeer goed met 91. Oh, zak met een grote pinstaafjes van Marjolein voor de Grieken.